Dit is het 8 uur nieuws van donderdag 12 januari. Met vandaag regulering wietteelt, Jordens Peters. Persconferentie door incident Sint-Jozefkerk. Noord-Brabant denkt er niet aan om met een PR-campagne te proberen een nieuwe fabriek van autoproducent Tesla binnen te halen. De gedeputeerde van Economische Zaken, Bert Pauli, ziet er weinig in om te gaan concurreren met andere regio's in het land. Brabant blijft volgens Pauli op de weg van de stille diplomatie. In nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Brabant heeft namelijk een paar troeven achter de hand op het gebied van infrastructuur, auto-industrie en goed opgeleid personeel. Sinds Tesla in Tilburg gevestigd zit, zijn de contacten met het bedrijf al enorm goed, aldus Pauli. Sommige afvalcontainers in Tilburg worden gebruikt om kunst mee tentoon te stellen. Het hele Tilburgse lettertype Tilburg Ans is nu eens in de week zichtbaar. In de Stormstraat is vanochtend een kaaibaantexpositie geopend. De kaaibaantexpositie bestaat uit de afvalcontainers van de bewoners van deze straat, met elk een uniek pictogram van het Tilburgse lettertype Tilburg Ans. De pictogrammen zijn gemaakt op basis van bekende Tilburgse gebouwen en personen. Zo staat bijvoorbeeld het logo van Willem II en het draaiende huis op een van de afvalcontainers. De bewoners van de Stormstraat hebben dit idee zelf ontwikkeld. Het was voor hen vooral makkelijk om zo de juiste afvalcontainer snel te kunnen herkennen. Elke donderdagochtend, wanneer het afval opgehaald wordt, is de expositie te bewonderen. De befaamde ronde van de Westert wordt op zondag 18 juni Vaderdag in ere hersteld. Onder de voorwaarde dat de organisatie de gemeentelijke vergunning rondkrijgt en dat goede afspraken gemaakt kunnen worden om het parcours verkeersvrij te houden. Vroeger waren er meer dan genoeg wielrenevenementen te vinden in de stad, maar vanaf de jaren 70 zijn deze één voor één allemaal verdwenen. Het zal de eerste keer zijn sinds 1952 dat de Ronde van de Westert gereden zal worden. Tilburg wil samen met 3 andere Brabantse gemeenten plannen maken voor een regulering van wietteelt. In maart zijn er namelijk verkiezingen en wanneer een nieuw kabinet actief wordt, komen er misschien veranderingen in het huidige beleid rondom de kweek van marihuana. Brabant wordt al een lange tijd geplaagd door drugsbendes. Daarom wil Tilburg met 3 andere gemeenten de handen ineens slaan om een plan te maken voor gereguleerde wietteelt. Het huidige kabinet blokkeert gereguleerde wietteelt, maar met de verkiezingen in aantocht kan het beleid dit jaar nog veranderen. Het is een initiatief geweest van de gemeente Tilburg. Vanuit het perspectief dat het goed is om ons voor te bereiden op dat wat er waarschijnlijk gaat komen, namelijk de legalisering van de wietteelt. Dat is een belangrijk onderwerp, zeker in Brabant. En daarom hebben we gezegd van ja, laten we nou optrekken met de grote Brabantse steden om ons voor te bereiden op het moment dat dat gaat gebeuren. Ja, die regelgeving is er nog niet. Hè? Dus nu wachten op Den Haag om eindelijk daar nu iets mee te gaan doen. Daar zijn we al jaren om aan het vragen. En door politieke blokkades, met name vanuit de VVD, is dat lastig geweest. Minister op minister die zegt van nou, daar wil ik echt niet aan. Dus belangrijk om daar nu eindelijk een knoop door te hakken. En waarschijnlijk gaat dat na de verkiezingen gebeuren. En zeker in Brabant, waar we daar heel veel last van hebben, is het goed om dan klaar te staan met een plan. En dat is wat we gaan doen. Ja, dan gaat het dus echt over de regulering van de achterdeur. De kweek van wiet, die moet dan legaal gekweekt gaan worden. Hoe we dat precies gaan doen, gaan we de komende periode samen met deze steden uitzoeken. Want de landelijke VVD die is tegen, maar de lokale VVD die is voor. Klopt. Nou is het wel zo dat op het laatste congres de VVD landelijke moties aangenomen voor een meer regulatie van de wietteelt met een ruime meerderheid van de aanwezige VVD-leden. Dus de VVD landelijk zet ook zeker koers naar een ander beleid. Maar de VVD Tilburg ervaart gewoon de problematiek die drugs en vooral de wietteelt kan opleveren. En dus vinden wij het gewoon belangrijk dat wij daar ons standpunt in nemen. De lokale VVD van zowel Tilburg als Breda zijn voor. Afgelopen november heeft de VVD gezamenlijk in Brabant een oproep gedaan om van standpunt te veranderen.
Op het moment ziet de landelijke VVD nog geen heil in de gereguleerde wietteelt. Het is belangrijk dat als het gereguleerd wordt, dan kun je het als overheid controleren. Dan kun je kijken en bepalen welke stoffen erin zitten. Wat je vaak ziet is dat nu bepaalde delen hoger zijn, dat er parasieten, antipesticiden in zitten. Dat is goed voor de gezondheid van de gebruiker. En daarnaast, je merkt dat de wietteelt en de drugs zorgt voor veel vermenging met onder- en bovenwereld, ondermijnende criminaliteit. Dus dat we het uit de criminaliteit halen en dat we gewoon voor de veiligheid de wijken kunnen zorgen, omdat er niet meer op zolderkamertjes stiekem wiet geteeld wordt met allerlei onveilige constructies. Dus dat levert heel veel voordelen op. Er is ondertussen, lijkt er een kamermeerderheid te zijn om hier stappen in te zetten. De proof of the pudding is echt in de eating, hè, want dat debat is nog niet helemaal gevoerd. En het is naar alle verwachting dat we moeten wachten op eerste Tweede Kamerverkiezingen, dan de formatie en dan waarschijnlijk een voorstel wat dan in behandeling genomen gaat worden. Dus nog even wachten. Maar mijn verwachting is dat in 2017 echt daar de kogel door de kerk gaat. Ik denk dat het een hele goede stap is om het gewoon te gaan doen en zorgen dat we als Brabant sterk staan daarin. En dan zou het zeker kunnen gaan werken. De rapper uit Almere, Boef, die al lange tijd in Tilburg woont en hier vaak in het nieuws is geweest, heeft woensdag voor de rechter moeten verschijnen. Hier is hij veroordeeld voor het beledigen van een agent. Rapper Boef is afgelopen woensdag in de rechtbank van Breda veroordeeld tot 80 uur taakstraf en heeft een boete van €150 opgelegd gekregen voor het beledigen van een politieagent. De rapper is veroordeeld omdat hij in een van zijn vlogs de politie beledigde en zich niet hield aan de gedragsaanwijzing die hij kreeg nadat hij in september vorig jaar was opgepakt. Jij bent gewoon normaal, maar zij of hij of wat dan ook. De politierechter vond de uitspraken van de rapper zowel beledigend van aard en schofferend. De rapper zelf is van mening dat de teksten die hij tegen de politie zei in een van zijn vlogs onder artistieke vrijheid vallen. Er is afgelopen dagen veel ophef geweest over de seksvideo die was opgenomen in de Sint-Jozefkerk in Tilburg. Zelfs landelijke media heeft het opgepakt. Waar vorige week een pretparkendecor is van de gewaagde opnames, is nu een kerk uitgekozen als pornofilmset. Kijk daar, die kerk. Die heb ik nog niet gehad, hè? De Tilburgse kerk. De pastoor van de kerk in Tilburg schrikt zich rot als hij ziet hoe twee pornoacteurs in zijn kerk een biechthokje induiken. We hebben net de beelden van de kerk gezien. En voor sommige mensen die helemaal niet met hun kerk gelovig zijn, die zien het als een prachtig gebouw. En voor gelovigen is het anders. Voor gelovigen is het een heilige plek. De pastoor Jan van Noorwegen heeft vanmiddag een korte persconferentie gegeven, waarin hij bekend heeft gemaakt dat hij juridische stappen gaat ondernemen tegen het televisiekanaal Meiden van Holland. Meneer van Noorwegen, er is de afgelopen dagen heel wat gebeurd. Alles in de media is het grootschalig in het nieuws gebracht, op tv geweest. Wat is er door u heen gegaan de afgelopen dagen? Het zijn verschrikkelijke, pijnlijke dagen geweest voor mij. Het is niet in mijn oude, koude kleer gaan zitten. Dat zoiets moest gebeuren in een kerk was voor mij onvoorstelbaar. En dat is dus beroerd geweest deze dagen voor mij. Maar ik heb wel veel steun van andere mensen ondervonden. Van dat ik het goed toegelicht had bij jullie. Bij de opname, dat de Eucharistie toch het belangrijkste is, dat er een kerk is als gebouw om te bidden, Eucharistie te vieren, om samen te zijn, maar niet voor dergelijke doeleinden. En dat was dus een echte misbruik van de kerk. Dat heeft mij wel eerst boos gemaakt, maar daarna heb ik gedacht, Monsieur Beckers, die leerde ons jonge priesters van 1961... zijn wapenspreuk ter harte te nemen, caritas pro armis, de liefde als wapen. We hebben nu onlangs het jaar van de barmhartigheid afgesloten, maar daarmee is geen einde gekomen aan onze barmhartigheid. Die moeten we blijven beoefenen. Daarom hebben wij woensdagavond in deze kerk voor de Eucharistie het misformulier voor hen die ons kwaad doen gebruikt. En daarin bidden wij, God, gij wil dat wij oprechte liefde bewijzen, zelfs aan hen die ons kwaad doen. Help ons dit gebed, of dit gebod van de nieuwe wet, zo na te leven, dat wij kwaad
met goed vergelden. Daarom hebben wij ook gebeden voor dit soort mensen. Dat ze mogen begrijpen dat dit misbruik veel mensen pijn doet. En dat ze beseffen dat hun werkzaamheden niet leidt tot het geluk en de vrede onder de mensen. En die Eucharistieviering woensdagavond hebben we afgesloten met een gebed voor eerherstel. En dat zullen we de komend weekend herhalen. In die hoogmis van 11:30, die dan begint met een akte van boete, zoals het bisdom dat ons geadviseerd heeft. Het bisdom adviseert ons ook dat het kerkbestuur van de parochie de Goede Herder aangifte moet doen bij de politie, omdat de kerkgemeenschap geschokt is. En de justitie zal moeten uitzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd volgens het Nederlands wetboek van strafrecht. Willem II-aanvoerder Jordan Speters blijft toch langer bij Willem II. De 29-jarige centrale verdediger tekent een nieuw, verbeterd contract dat hem 2 jaar langer aan Willem II verbindt. Dit betekent dat zijn contract nu tot medio 2020 doorloopt. Eindelijk duidelijkheid en rust, hè? Ja, zeg dat wel. Het heeft al met al natuurlijk een hele tijd geduurd. Alleen eigenlijk na de zomer, een beetje de soap met Heerenveen. Daarna hebben we bewust eigenlijk een moment van rust gepakt. Om eerst even alle kopjes dezelfde kant op te krijgen. En om iedereen even zijn ding te laten verwerken. En daarna zijn we eigenlijk weer in gesprek gegaan. En zijn we op zich vrij snel tot deze uitkomst gekomen. Daarvoor was het niet echt sprake van een voorstel. Het was meer aangeven van wij willen graag je contract verlengen. Wij zien dat een beetje op deze en deze manier. Alleen ja, dat was nog zo vers. Het was nog in de transferperiode. Dus toen hebben wij beide partijen gezegd, mijn zakennemer, ik en ook de club, van het is beter om het gewoon even voor ons uit te schuiven. Dan pakken we even rust en dan gaan we daarna praten. We hebben toen wel aangegeven dat we graag in gesprek gaan. Omdat we daar even... En Jurk Strepper was vorig jaar je trainer, zit nu bij Heerenveen. Heeft hij alles laten weten of nog niet? Nee, nog niet. Maar die zal ik de komende tijd echt nog wel spreken. Ik heb nog steeds wel eens contact met hem en ja, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt, maar hij was wel op de hoogte dat ik met Willem II in gesprek was. Je zegt ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Wat verwacht je? Verwacht je iets? Je kent hem langer natuurlijk. Nou ja, ik denk dat hij mij gunt. Ik heb altijd een goede verstandhouding met hem gehad en hij weet dat ik over het algemeen mijn eigen koers vaar en daarin de beslissingen neem die ik verstandig acht. Dus ik heb wel het geloof dat hij daarmee eens is. Jou doen besluiten? Ten eerste heb ik die natuurlijk heel goed naar mijn zin. Ik kijk natuurlijk ook goed om me heen. Ik zie ook een hoop spelers terugkeren uit het buitenland of bij andere clubs. En waar het wel eens gewoon tegenvalt. Dus ik geloof niet altijd in dat het gras groener is aan de overkant. Ik koester wat ik heb. Nou, als Willem II mij dan een aanbieding doet en ik merk gewoon dat uit die aanbieding veel waardering spreekt, dan ga ik daar in ieder geval serieus over nadenken. En uiteindelijk dacht ik van, voor mij is die zekerheid van een meerjarig contract natuurlijk ook fijn. Daarnaast heb ik die naar mijn zin en heb ik ook het geloof dat de club ook nog stappen kan maken. Dus al met al vond ik dit gewoon de beste keuze. Het contract loopt nu door tot 2020. Ik weet niet, je hebt ooit gezegd dat je iets hier ook in de organisatie wil doen. Weet je dat nog of niet? Ja, dat is ook wel een beetje een eigen leven gaan leiden hoor. Ik doe natuurlijk nog steeds een studie naast en dat is organisatiewetenschap en dat sluit natuurlijk een beetje aan op bepaalde praktijken hier binnen de organisatie. Ik zou best wel graag in een sportorganisatie willen werken. Hoe of wat heb ik eigenlijk ook nog helemaal niet over nagedacht. Ik bedoel, ik ben nu 29, ik wil eerst nog zeker 4-5 jaar proberen te voetballen. Wat we daarna gaan doen zien we wel, maar natuurlijk is dat gekscherend wel eens gezegd en waarschijnlijk sta ik er tegen die tijd ook zeker voor open, alleen het is nou nog een beetje toekomstmuziek. Kunnen we zeggen dat dit jouw laatste club is, of niet? Ja, die kans zit er natuurlijk wel in, alleen ik weet in het voetbal loopt vaak alles anders dan je verwacht. Wanneer mijn contract afloopt ben ik 33, nou ja, als ik dan nog heel fit ben dan wil ik graag nog voetballen, dan hoop ik dat dat hier is, maar misschien is het wel ergens anders. Ja, en je weet gewoon niet wat er in de tussentijd gaat gebeuren. Alleen ik heb natuurlijk wel verlengd met het idee om hier mijn contract uit te dienen. Geen China voor Jonas Peters? Nee, ja, ik heb nog nooit een aanbieding uit China gehad. Maar als je de bedragen nu ziet, dan snap ik dat heel veel spelers dat aantrekkelijk vinden. Maar dat is voor mij geen sprake. Nou, ik wens je succes hier dan nog. Ja, dankjewel.
En dan nog het weer. Vandaag was het de hele dag bewolkt en is het niet warmer geweest dan 7 graden. Voor vanavond is er een code geel afgegeven voor gladheid. In het gehele land kan het in de nacht dankzij sneeuw lokaal extreem glad worden. Er kan op sommige plaatsen wel tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw vallen. Het KNMI verzoekt mensen om zo min mogelijk op de weg te gaan. Vanmorgen zal de temperatuur weer opklimmen tot een graad of 5 en zal er veel regen vallen overdag. Dan was dit het Omroep Tilburg nieuws voor vandaag. Na de reclame kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van Met een Zachte G. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.